Ik ga je in deze video het examen van 2014 van NASC-2 of scheikunde laten zien voor het VMBO TL. Je kunt het examen zelf downloaden op examenblad.nl. Je klikt dan op Natuurkunde en scheikunde 2. En dan zie je voor het jaar 2014 linksboven de opgave en de uitwerkingen. De eerste vraag die gaat over een natriumbrand. En uh, ja goed, bij die brand is de temperatuur vrij hoog. Uh, in ieder geval meer dan 97,5 graden. En dat betekent dus dat het natrium, wat normaal gesproken een vaste stof is, dat is gesmolten. Het smelt bij 97,5 graden. Nou, we kunnen daar een overzichtje van maken. En dan kunnen we zeggen. 97,5 graden Celsius en het andere punt dat was 883 graden Celsius. En dit is het smeltpunt. En dit is het kookpunt. En dat betekent dat natrium is hier zit kamertemperatuur 20 graden is een vaste stof. Als het dan al smelt, dan wordt het een vloeistof. Liquid, L. En als het dan kookt op het kookpunt, dan wordt het een gas. En er wordt gevraagd, bij welke temperatuur is natrium vloeibaar? Nou, de vloeistof, dat zit dus tussen het smeltpunt en het kookpunt in. En dat is dus antwoord B. Twee, welke kleur zullen de vlammen bij de natriumbrand voornamelijk hebben gehad? Nou, dan gaan we even in de binas kijken. Daar zie je bij tabel 38 de natriumbrand. En dat zijn uh, ja, gele vlammen. Als je nou niet zeker bent welke kleur dit is, misschien heb je een kopie van je BINAS in zwart-wit. Er staat hieronder ook nog uh, natrium en geel. Het was een meerkeuzevraag, dus het antwoord is B. Welk blusmiddel is er geschikt voor het blussen van een natriumbrand? Nou, dan gaan we ook weer in de BINAS kijken. En dan gaan we kijken bij de eigenschappen van stoffen. Let even zoeken welke tabel dat is. Daar. En dan zoeken we natrium op. Dit is trouwens tabel 40. En dan staat er: Branden blussen met zand. In de laatste kolom: Bijzonderheden, hoe te handelen bij ongelukken. Dan zie je bij natrium blussen met zand. Het was een open vraag, dus het antwoord is zand. Het blusmiddel: zand. 4. Welk soort proces is elektrolyse? Nou, er waren uh, drie uh, processen die je hebt geleerd. En dat, één daarvan was fotolyse. Dan hadden we nog thermolyse. En we hadden elektrolyse. Allemaal eindigend op lyse. Zo kan je ze onthouden. En dat gaat erover dat je stoffen kunt ontleden. Een typisch voorbeeld bij uh, elektrolyse is als je een zout hebt, bijvoorbeeld natriumchloride. En je gaat dat uh, smelten, dat het vloeibaar wordt. En je zet daar een positieve elektrode en een negatieve elektrode. Uh, zet je daarbij. Dan gaan die stoffen, dat is Na plus en Cl-, die gaan naar die elektrode toe. Die natrium gaat naar de negatieve, en chloor. Gaat naar de positieve. En dit is elektrolyse. En wat je dus eigenlijk doet van natriumchloride vaste stof. Maak je de stof natrium vaste stof plus de stof chlor. En ja, het zou dan even kloppend gemaakt moeten worden. Gewoon is een gas. En wat hier gebeurt, ik heb één beginstof. En ik heb twee reactieproducten. En dat is een ontleding. Want ik ga één stof ga ik uit elkaar trekken. Van één stof twee stoffen maken. En dat is ontleden. En dat is dus antwoord A. Vraag 5. Die gaat over aardolie. En we gaan zoeken naar petroleum. Nou, we hadden in de BINAS een uh, mooi overzicht van uh, hoe er met aardolie omgegaan wordt. We uh, doen in deze kolom uh, Aardolie, een mengsel. En dat kunnen we dus gaan scheiden door op verschillende temperaturen dat te laten condenseren. En we waren op zoek naar petroleum. Nou, dan gaan we even kijken of we die hier ergens uh, kunnen vinden. En ik weet dat dit erin moet staan. Ja, daar. Hier zou vlieg, uh, het vliegtuig en het lampje. Volg het lijntje. En dan zien we dat bij 90 graden de kerosinefractie uh, gescheiden wordt, 90 graden en de aardoliefractie die daarbij hoort is dus de kerosinefractie, want kerosine gaat naar petroleum. En dat is antwoord C. Geef de vergelijking van de reactie van natrium met water. Oké, okay. ik weet nog niet precies wat er gebeurt, maar ik weet wel dat ik begin met natrium. En water. En dan ga ik zo meteen wel druk maken over de uh, fases uh, die erbij horen, met vloeibaar en gas en zo. Heb ik nog meer aanwijzingen in de tekst? Ja. Natrium is zilverkleurig, okay. uh, Het reageert met zuurstof en water. Om deze reden wordt het opgeslagen in een laag petroleum, oké. Okay. Bij de reactie ontstaat ook natronloog en waterstofgas. Dus er ontstaat natronloog, natriumhydroxide en waterstofgas. En H, dat is uit het een rijtje van H-brinklof. Alle stoffen die met een tweetje moeten, er zijn meerdere ezelsbruggetjes voor. Uh, maar dus, dus uh, H2 en O2 en uh, N2 enzovoort. Oké, okay. uh, dan moet hij natuurlijk kloppend gemaakt worden. Nou, ik heb hier, laten uh, we even tellen, natrium, waterstof, zuurstof. En daar ook natrium, waterstof, zuurstof. Natrium heb ik één keer. Uh, waterstof heb ik twee keer. En zuurstof heb ik één keer. En aan deze kant natrium één keer. Waterstof één, twee, drie. En zuurstof heb ik één keer. Oké. Okay. Uh, daar ben ik niet helemaal blij mee dat dat zo is. Maar goed, we gaan hem gewoon oplossen. Uh, waterstof heb ik te veel. Dus ik ga hier bijvoorbeeld uh, verdubbelen. Want ik heb er hier 3 en daar 2. Nou, nu heb ik hem verdubbeld. Dan heb ik er dus 4. En van de O heb ik er 2. Dan. Moet ik zorgen dat ik hier van die h er ook 4 krijg? Hoe ga ik dat doen? Nou, bijvoorbeeld, als ik, kijk, als ik hier nou een 2 voorzet, 2 keer 2 is 4, plus 1 zit ik op 5. Dus dat ga ik niet doen. Ik ga hier een 2 voorzetten. En dan heb ik 2 keer h, dat is 2. En daar ook nog 2, dat is samen 4. Dus dat klopt nu. En van die natrium, 2 keer natrium, en dan heb ik de o, 2 keer o, en dan ben ik, heb ik hem bijna kloppend, want deze twee keer is dat hier één keer. Als dus ik hier een twee voor dan is dat ook kloppend. Dus dit is de kloppende reactievergelijking. Ja, natrium is een vaste stof, water is een vloeistof, natriumhydroxide. Ja, eigenlijk is dit opgelost in water. Uh, dus dat zouden we dan anders op moeten schrijven. Dat wordt dan... 2 Na plus AQ en 2 OH-AQ. En waterstof, dat stond al in de tekst, dat is een gas. Dat is trouwens dat exploderende gas, of heel erg brandbare gas eigenlijk. Dus dit is de volledige reactievergelijking die kloppend is gemaakt. Je ziet ook dat deze vraag, die was drie punten waard. was. Ja, we hebben er ook best wel wat werk aan gehad. Dus dat is het dan ook wel weer waard. Verklaar dat er explosiegevaar ontstaat. Nou, dat had ik per ongeluk al een beetje gedaan. Want dat waterstof hier aan het einde. Dat is dus uh, erg brandbaar. Explosief. Als je dat nou uh, niet zeker weet. Dan kun je even die stoffen opzoeken in de binas. En dan zie je dat hier bij waterstof... Tabel 40, waterstof onderaan, explosiegevaar. Vraag 8: Welke stoffen komen voor in koolwaterstoffen? Oké, okay, gaan we eens even kijken of we dat kunnen bepalen: koolwaterstoffen. Nou, die kool, die gaat over de C van koolstof en waterstof, dat is H. Je zou je kunnen vergissen door te zeggen, ja, kool C, ja, dat snap ik wel, maar water, dat is H2O. Maar er staat waterstof en niet water, dus het is niet H en O, het is alleen maar H. En dan kom je op antwoord A, C en H. In de tekst staat dat in een raffinaderij koolwaterstofketens worden gesorteerd. Hiermee bedoelt hij dat de olie uh, wordt gescheiden, want ruwe olie is een mengsel. Hoe heet die scheidingsmethode? Er staat een aanwijzing in je binas. En dat is namelijk de destillatiekolom. staat hier productieproces, destillair Het is dus een destillatieproces. Wat ze doen is, uh, die aardolie bestaat uit allerlei ketens, lange en korte. En die korte ketens, die hebben een uh, heel laag kookpunt. Dus andersom, als je het afkoelt, dan condenseert het. Hier zo tussen de 20 en 40 graden Celsius. En die hele lange ketens, die condenseren pas later bij 140 of 150 graden Celsius. En die kun je dus op die manier van elkaar scheiden. Dus de scheidingsmethode heet destilleren. 10. Met splitsen wordt mogelijk het kraken van koolwaterstofketens bedoeld. Wat is kraken? Ja, dit is eigenlijk wel uh, gewoon een leervraag. Uh, dat is even niet anders. We kunnen de kolom nog bestuderen, dan kan je het een beetje uithalen. Maar ja, het is niet anders. Je zou dit gewoon moeten weten. We hebben hier uh, lange ketens onderin het uh, proces. Dan gaat er een eindje naar boven. En die komt langs het woordje kraken. En dan gaat het weer verder naar boven. En hierboven zitten de korte ketens. En onder zitten de lange ketens. Dus kraken is van lange ketens korte ketens maken. Dus lange ketens worden omgezet tot korte. Dat is antwoord D. 11. Is de gemiddelde massa van een molecuul in benzine gelijk aan de gemiddelde massa van een molecuul in diesel? Nou, eens even kijken of we daar aanwijzing voor hebben. Benzine bestaat uit korte ketens, kortere ketens dan diesel. Nou, dan nou weet ik dat benzine, dat is voor het grootste deel C8. 2 3 4 5 6 7 8 en dan allemaal haatjes eromheen. Dus hier aan het uiteinde zitten haatjes. En die zitten overal, ik ga ze even niet allemaal tekenen. Zo. En die is dus 8 keer de C. En diesel, die zou dus uit langere ketens bestaan. Ja, Hoe lang die precies zijn, dat maakt nu even niet uit. Als die ketens langer zijn, ja, dan zijn die moleculen, want dit is één molecul benzine. En dit is één molecuul diesel. Die moleculen zijn langer. Ja, die zijn dus ook zwaarder. En dan is het antwoord de gemiddelde massa van de moleculen in benzine is kleiner. Dus de massa van benzine is kleiner. De massa van diesel is groter. Ja, dus antwoord C. 12. Wat is het kooktraject van gasoliefractie volgens Binas? Gasolie. Ik zie hier staan 150 en 300. En dat is antwoord C. Geef de formule van het ontbrekende reactieproduct in uh, deze vergelijking. Nou, die kunnen we eigenlijk wel uitrekenen. Want we hebben C25 en C14 uh, is een van de stoffen die over is. Nou, hoeveel C's zijn er dan nog niet vertegenwoordigd? 25 min 14, dat is 11. En 52 min 30 voor de h, dat is 22. Dus dan wordt het C11, H22. Dat komt trouwens, dat vergat ik even erbij te zeggen, dat je als je zo'n reactievergelijking hebt, dat voor de pijl evenveel C'tjes moeten zijn als na de pijl. En voor de pijl heb ik er 25, en na de pijl heb ik er nu 14, dus ja, dan moeten er nog 11 bij. En bij die haatjes heb ik er 52, 30 zijn er al. Hier gegeven, 22 missen er nog. vraag 14 Neem de bovenstaande reactievergelijking over en vul deze aan. Oké, okay, 2 C14H30 2 C14H 30 en 43 O2 En daar komt dan uit en volgens mij was dat alles wat we kregen. Ja. En we moeten de uh, aantallen en de stoffen erbij zetten. Nou, dit is een verbrandingsreactie. Want bij een verbrandingsreactie dat is een reactie met zuurstof. En in dit geval heb ik een stof, daar zitten C in, koolstof, en de H, waterstof. En we moeten dus een combinatie maken van C met O en H met O, want de C die reageert en de H die reageert. Nou, welke stof kennen we met C met O? Uh, dat is natuurlijk CO2 en H en O dat wordt A2O. Dus dat zijn de twee stoffen die eruit komen. Okay. Ja, dan moeten we hem natuurlijk nog uh, kloppend maken. We hebben hier C, dat zijn er 14. En H, nou dat zijn er geen 14, want dat is 2 keer 14, dus dat zijn er 28. En H, dat is 2 keer 30, dus dat is 60. En we hebben van de O, hebben we er 43 keer 2, 86. En aan de andere kant C, H en O. C is nu even 1, H dat is 2 en O die zijn met z'n drieën. Die 28C's die moeten hier in CO2 zitten. Dus dat wordt 28 te voorzetten. En 28 keer 2 voor de O. Dat is 56. En dan komt er nog die 1 erbij. Dus dat is 57. Dan de H. Dat zijn de hier 60. Aan de andere kant zitten ze per 2. Dus ik ga hier 30 voorzetten. En dan heb ik er ook 60 gaas. En als ik dan het aantal O's herbereken, dan kom ik op 56. En 30 is 86. En dan is de reactievergelijking kloppend. Vraag 15. Bereken hoeveel kilogram zuurstof nodig is voor het volledig verbranden van de 4,0 kilogram diesel. Nou, dan dus schot even mijn blad weg. Um, Oké, okay. nou, dan hebben we dus die... Uh... Reactievergelijking. We hoeven alleen het eerste gedeelte te nemen, dus twee kern C14H30 en daar kwam bij 43O2. En deze stoffen reageren in een bepaalde verhouding. Dit is de stof diesel en dit is de stof zuurstof. Ik ga dat uitrekenen in een verhoudingstabel. Ik weet dat ik van de diesel drie stukken. Daar heb ik 4,0 kilogram. En van de zuurstof wil ik het juist weten. Nou, dan ga ik uitrekenen hoe zwaar is het dieselmolecuul. Van de C heb ik 2 keer 14, dus 28 C's. En van de zuurstof heb ik 2 keer 30. Dat zijn 60 O's. Nee, H's. 60 H. 2 keer 30. En aan de andere kant van de O heb ik 43 keer 2. Dus dat is 86 keer O. Nou, dan gaan we kijken hoe zwaar zijn deze stoffen. En de zuurstof staat daar. Koolstof staat daar. En waterstof staat daar. En de massa van zuurstof is 16. 15,9... 16 dus. Uh, koolstof 12 en waterstof 1. Oké, okay, dus van de C... 28 keer 12... is... 336. Van de... H... 60 stuks, 60 keer 1. Tellen we bij elkaar op. En dat is dan... 396. En van de zuurstof is het... 86 keer... 16. En dat is bij elkaar 1376 u. Nou, de massaverhouding is dus 396, staat tot 1376. Dus je kan al zien, nou, dit is ongeveer 400. En dit is ongeveer 1400. Hoe nou, verkeer zoveel is dat? Uh, 3,5. Dus je zou kunnen zeggen, keer 3,5. Nou, we kunnen dat natuurlijk gewoon precies doen. Door te zeggen, hier vullen we het getal 1 in. Dan doen we 396 naar 1. Dus dat is delen door 396. En van 1 naar 1376, dat is dus keer 1376. Dat doen we boven ook. Delen door. 396 vermenigvuldigen met 1376. Dus 4 gedeeld door 396. En vermenigvuldigen, want er komt een heel klein getal uit. Hier 0,010101 enzovoort. Uh, vermenigvuldigen met die 1376. En dan komen we uit op 13. 8, 9, 8, 9, 8, 9 enzovoort. Nou, dat getal moeten we natuurlijk afronden. Het uh, begingetal, 4 kilogram, is 2 significant, 2 decimalen. Dus ook dit getal gaan we afronden. En dan komt er dus 14 kilogram uit. Je moet hierbij echt afronden. Uh, 16. Het verbranden van diesel in auto's is nooit helemaal volledig. Uh, wanneer het onvolledig verbrandt, kunnen er water en twee andere reactieproducten ontstaan. Ik geef de namen van deze andere producten. Oké. Okay. Nou, we hebben dus een stof C14H30, reageert met O. Ze zeggen al dat er water ontstaat. H2O. Dus H met O. Dan moeten we nog iets met die C met O doen. We kennen natuurlijk al CO2. Maar we hebben ook nog. CO, koolmonoxide, of gewoon C, als er echt te weinig zuurstof is. En dat is roet. Dus koolmonoxide en roet. Nou, er staat hier nadrukkelijk, geef de namen van de stoffen. Dus het opschrijven van uh, C, O en gewoon C, dat is niet genoeg. Dat levert je slechts één punt op. Je moet dus echt zeggen. Koolstofmonooxide en koolstof. Uh, even kijken hoor. De ontstopper. En die. Even kijken. Bevat positieve waterstofionen. En ook negatieve ionen. Wat, zijn, wat is nou de formule van die negatieve ionen? Nou, ze hebben het over zwavelzuur. Dan. Dan gaan we even kijken wat we nog weten van uh, zuren en bazen. Er is namelijk gewoon een rijtje zuren. En laat ik die nou net niet erbij bestaan. Zou je net zien. Ja, de basen wel. Maar ja, daar hebben we nu even niet zoveel aan. Misschien uh, later nog. De uh, bekende zuren was onder andere. Uh, even kijken, we hebben het nu over zwavelzuur. Dus dat is H plus. En sulfaat. En dan is de stof a 2 so 4 waterstofsulfaat, oftewel zwavelzuur. En dan is dus het antwoord in dit geval de SO4. Je kan het ook een beetje beredeneren: zwavel, S, zwavel. Er zit hier zwavel in. Nou, bij A, B en C niet, maar bij D wel. Een 3-punten-vraag 18. Bereken hoeveel gram zwavelzuur aanwezig is in een halve liter van de superontstoppen. Ik ga erbij uit dat de dichtheid 1,8 kilogram per liter is. We hebben een halve liter, dus de massa is 0,9 kilogram. Namelijk de helft natuurlijk van 1,8. Dus 1. Liter heeft een massa 1,8 kilogram. Wij hebben een halve liter die is 0,9 kilogram. Oké, okay. dan wat weten we nog meer? Uh, hij bevat 98% zwavelzuur. Dus van die 0,9 kilogram is 2% dat zal wel water zijn. Dat zie je vaak bij dat soort dingen. Dat maakt trouwens helemaal niet uit, want wij zijn geïnteresseerd in de 98%. Dus we nemen 98% van 0,9 kilogram. Ik zoek even mijn rekenmachine erbij. 0,9 gedeeld door 100 keer 98. En dan komen we op uh, 0,882 kilogram. En dat is dus. Uh, H2SO4 die we net hadden opgeschreven al, dat is dus H plus en SO4 2 min dus 2 keer de A en dan is dat knoppend uh, en dit is dus puur dus H2SO4 is echt uh, 0,882 kilogram, oftewel 882 gram ik zal het even een keer 1000 doen en dan even terug naar de vraag. Bereken rekenen hoeveel gram zwavelzuur. Nou, volgens mij is dat het antwoord dan. Ik kijk heel even het antwoordenmodel. Ja, dat is het uh, correcte antwoord. Uh, er is alleen nog even één uh, kleine opmerking bij. Uh, je mag bij scheikunde qua significantie altijd één... Significant afwijken, dus in dit geval is het antwoord goed. Uh, als we nu even kijken hier, dit is 2 significant, en dit is ook 2 significant, en dit is ook 2 significant. Dus wij moeten ons antwoord eigenlijk 2 significant opschrijven. Dus dat zou worden 8,8, en dan is de komma in twee plaatsen opgeschoven, dus keer 10 tot de tweede gram. En dan is die echt helemaal goed. Maar ja, nogmaals, je, dit had goed geweest. Want dit is dan 3 significant. En uh, ja, je mag er dus 1 naast zitten, zei ik al. Dan vraag 19: uh, Tost kalk op? Dit komt doordat het zuur met de kalk reageert. Hierbij ontstaat ook een gas. Welk gas is dat? Uh, dan moeten we even kijken welke stoffen we allemaal hebben: we hebben H. Uh, Laat het maar als ionen opschrijven. En 4, 2-. En kalk, daarvan werd gezegd dat is calciumcarbonaat. Dus dat is Ca2, en carbonaat is CO3, 2-. Als je nou uh, even die uh, stoffen niet helemaal voor je hebt, dan kijk je gewoon in je binas. De bekende tabel, die gaat over de oplosbaarheid. Daar staan die ionen allemaal in. En dan zie je CO3, 2- en 4, 2- en calcium Ca2+. Nou, welk gas uh, kunnen we hier nou mee maken als de, het zuur met de kalk reageert? Nou, dan moeten we dus even zeggen, dit is het zure deeltje H+ en CO32- dat is het basische deeltje. En die twee die kunnen met elkaar reageren. En dat is één van de basisreacties, zuurbazenreacties uh, die je uh, moet kennen en die verloopt als volgt H plus en CO3 2 even kloppend maken dus 2H want 2 H plus, 2 plus en 2 en daar komt uit, we pikken een oogje weg dus dan blijft het CO2 in plaats van CO3 en dat oogje dat gebruiken we om H2O te maken met de H en wat zien we nou wat hieruit komt? Ja, water. Dat is bij deze temperaturen, is dat geen uh, gas. Maar CO2 is natuurlijk wel een gas. Dus het gas wat vrijkomt is CO2. En dat is antwoord B. Welke pH heeft de superontstopper? Uh, dan gaan we even naar boven. De superontstopper, dat is zwavelzuur. En zuren, nou dan moeten we even kijken hoe dat ook weer zat. We hebben de schaal van de pH. Met 7 in het midden. 14 en 0. En de zuren. Zitten daar. En de bazen. Die zitten daar. En de superontstopper is een zuur. Want er zit H in. Dus de pH is kleiner dan 7. En dat is uh, antwoord A. Eh. Uh, de, water, of de afvoer moet watervrij gemaakt worden, anders beïnvloedt dat de werking. Wordt de werking snelheid hoger of lager, of blijft deze gelijk. Nou, wat we net zagen is dat uh, een hele hoge concentratie zwavelzuur uh, erin zit. Ja, als je daar dan water bij gaat doen, dan verdun je het. Dan krijg je dus een minder sterk zuur. En dan gaat de reactie alleen maar uh, langzamer van verlopen. Het wordt meer verdund. Dus uh, C is dan het antwoord. De lager, want de concentratie neemt af. Dus de snelheid is lager, want daar wordt naar gevraagd. Uh, 22. Is het een zuur-base nou, Ik kreeg al uh, direct uh, na het examen uh, leerlingen die met deze vraag kwamen. Uh, nou, dat is het dus niet. En waarom niet? Het is wel een zuur en dat reageert met zink. Maar zink is niet een base. Had dat lijstje met bazen hier uh, nog staan? Het antwoord is dus uh, nee, want zink is geen bazen. Uh, 23, ja, dat was eigenlijk de vraag die ik terugkreeg. Leg uit aan de hand van de gegevens, uh, met de vergelijking, uh, of dat als de afvoer van zink gemaakt is, of dat die dan kapot gaat als je die superontstopper erin stopt. Ja, dat is het geval, hij gaat kapot. En om de volgende reden. Uh, we beginnen hier met 2A+, plus. Ah, prima, en zink. Dat is die leiding. Dus stel je voor dat zink de buitenkant is van de leiding. Een vaste stof. Dan krijgen we aan het eind van de reactie H2 gas. Nou ja, prima, dat gas dat gaat lekker zijn gang. En zink-ionen. En zink-ionen zijn opgelost in water. Dus wat je eigenlijk krijgt is dat het zink, de vaste stof, oplost in water. Dus die leiding lost op... Ja, dan gaat hij natuurlijk kapot van. Want dan wordt hij ook nog weggespoeld door het water en dan hou je geen leiding meer over. 24. Uit welk soort deeltjes bestaat cadmium -rood? Nou, eens even kijken. Cadmium rood kleurrood, prima. Dat is uh, cadmium CD. En de stof SE, dat is selenium En dan uh, moeten we dus even kijken, is dit nou uh, ja, een zout wat uit ionen bestaat? Uh, of is het ja, misschien niet een zout? En om daarachter te komen, moeten we het periodiek systeem raadplegen. Uh, daar. Cadmium en selen. En ja, dan zie je dus dat cadmium staat bij de metalen en selen staat bij de niet-metalen. En de, een stof die uit een metaal en een niet-metaal bestaat, is een zout. En zouten bestaan uit ionen. Dus je kan hier zeggen CD met een bepaalde hoeveelheid plus en SE met een bepaalde hoeveelheid min. En dat zijn dus ionen, antwoord B. Geef de rationele naam van het blauwe pigment. Gebruik hierbij, maak hierbij gebruik van een Romeins cijfer. Uh, we hebben hier dus kobalt. Met zuurstof. Nou, ook dit is weer een zout. Kijk maar, zuurstof. En kobalt, waar staat die? Daar. Dus een metaal met een niet-metaal. Dus wat krijgen we dan? We krijgen kobalt. Met een bepaalde plushoeveelheid. Ik weet nog niet welke hoeveelheid. Iets plus. En zuurstof. Ja, wat was de lading van zuurstof ook alweer? Dan gaan we even kijken bij... En dan zien we dat het is O2-. Oké, okay, nou in de uh, vergelijking staat al CO met 1O, dus het is 1 op 1. Dus hier moet 2 plus komen te staan. Nou, er moet gebruik gemaakt worden van een Romeins cijfer. Dus blijkbaar uh, is het zo dat er... Uh, Kobalt 2 bestaat, net als dat je bijvoorbeeld hebt ijzer 2, uh, dat wordt dan ijzer 2 plus en ijzer 3, dat wordt ijzer 3 plus. Dus dat zal wel de reden zijn dat ze die aanwijzing geven van het Romeinse cijfer. Nou, wat is nou uh, wat ze precies willen? De rationele naam, dus dat wordt kobalt 2 en dan zuurstof. Dus dat mag je ook zo zetten: kobalt 2. En dan zuurstof wordt dus oxide. Dan, ja, zuurstofoxide. Je moet even onthouden dat als je iets laat eindigen op zuurstof, dat je niet kobalt 2 zuurstof opschrijft, maar kobalt 2 oxide. Uh, 26. Bereken het massenpercentage chroom in het Chromaat geel. Oké, okay, die bestaat uit lood, chroom en zuurstof. En kijk, uh, ik zie trouwens hier, nou scroll ik terug, kobalt uh, met een K hoort te zijn, niet met een C. Goed, detail. Maakt inhoudelijk niet zoveel uit. Maar we waren 26 aan het doen. Uh, het massa chroom in chromaat geel. PbCrO4. Dus lood Pb, chrom Cr en O4. Dan moeten we van die stoffen opzoeken hoe zwaar ze zijn. PbCrO4. Uh, Oké, okay. uh, lood is een, heeft een massa van 207. Chrome. die heeft een massa van 51,9, nou, 52 dus. En zuurstof heeft een massa 15,99, 16 en die zijn met z'n vieren. Zie je, O4. Nou, dan rekenen we even de totale massa uit, want als je het percentage moet uitrekenen, moet je ook het geheel weten. Dus dat is die uh, 4 keer 16, en die 52, en die 207. En dan komen we uit op een totale massa van 323 uur. En ze willen het percentage chroom weten. Chroom, dat is 52. Dus het wordt deel gedeeld door geheel, keer 100, percentageberekening. 52 gedeeld door uh, 323 keer 100. En dan komen we uit op 16,099 procent. En je ziet al dat moet je dus afronden op 16 procent. Uh, als we even goed kijken naar de basisgetallen die we hebben gekregen. Die zijn flink significant. Nou, afhankelijk van welke binas je hebt, uh, is die significantie dus belangrijk. Even kijken hoe die, deze binas zijn. Hier is dat allemaal 3-significant. Dus wij moeten dat ook, ons antwoord, 3-significant doen. Dus dat wordt 16,1. Want die 0 hier, dat wordt een 1 door die 9. Dus 16,1 procent. Welk proces vindt plaats in blok 1? Nou, dan gaan zaden naar binnen. En die zaden die worden gesplitst in olie en schilfers is met olie. Nou, zo'n uh, proces dat is niet uh, per se een uh, chemisch proces. Dat is een, uh, meer een soort sorteren van stoffen. Uh, want die zaden die je en die olie die zit daar blijkbaar in. Dus ontleden, daar is geen sprake van. Dit is niet zaden, dat is niet één molecuul wat je splitst. Dus ontleden is het niet. Het is trouwens scheiden. Uh, titreren, dat is met zo'n buret, met zuur en bazen en dan druppelen enzovoort. Zast dus het ook niet. En bij verbranden, dan zou je verwachten dat er toch ook uh, zuurstof nog naar binnen gaat. Dus dan uh, kom je automatisch op antwoord B, uh, die blijft dan over. 28. Uh, stof X uit blok 3 wordt hergebruikt in blok 2. Ja, dat kun je zien hier. Dat die uh, bij 3 kan het stofje uit X en die gaat weer naar 2. Ja, welke stof uh, zou dat nou kunnen zijn? Nou, er wordt hier uh, gebruik gemaakt van een oplosmiddel. En dat middel, dat is hexaan. En dat is dus ook de stof die je uh, uiteindelijk uh, hier bij 3 uh, eruit haalt en weer kan hergebruiken. 29. Uh, wordt olieverf bij hogere temperaturen langzamer of sneller hard? Dat is uh, nou ja, bij hogere temperaturen dan droogt het sneller op. Drogen is niet helemaal het goede woord, want er is niet speciaal sprake van uh, water. Uh, wat er dus gebeurt is dat er een polymerisatiereactie plaatsvindt en dat is dus dat die korte moleculen worden hele lange moleculen. En het maakt niet zoveel uit wat voor reactie het is. Maar alle chemische reacties die gaan sneller bij hogere temperaturen. Dus antwoord C. Even, ja, ik zie hier opeens het woordje verdampt staan. Dat is natuurlijk niet. Dat zou je misschien denken omdat verf droogt. Ik zei het net al in het begin: maar er is geen water hierbij. En dus ook niet sprake van dat het water zou verdampen of welke andere stof dan ook. Er staat hier echt dat het om een. Uh, ja, chemische reactie gaat en dan is het dus eerder C dan B op die manier. Ja, een uh, leuk proefje waarbij je uh, de binnenkant van uh, glaswerk uh, kan, uh, ja, een laagje zilver op kan brengen, waardoor het een uh, hele mooie spiegel wordt. Kent proefje, kan even op YouTube kijken, daar uh, staan uh, leuke voorbeelden van. Uh, geeft een naam van dat glaswerk, ja, die driehoekige glazen. Kan er niks anders van maken dat je dat... Uh, dat had je moeten leren, of dat heb je wellicht geleerd, want dat zijn uh, Erlenmeyers. Dus Erlenmeyer is het goede antwoord bij 30. Geef de vergelijking van het oplossen van zilvernitraat. Oké. Okay. Zilvernitraat, ja, hoe ziet die stof eruit? Nou, dat is zilver dat is AG, dat wist ik wel, maar hoe ziet nitraat er ook alweer uit? Tabel 35. Nitraten, oh ja, NO3. En NO3 dat is min. En zilver dat is plus. Hier helemaal boven links. Dus die gaan één op één, zitten die aan elkaar. Ik zal ze iets dichter bij elkaar zetten, dat er geen verwarring ontstaat. We gaan het oplossen. Dus we beginnen met een vaste stof. Die uh, gaan we dan met water samenbrengen en dan krijgen we Ag+ AQ het ion een zout dat oplost wordt een ion en NO3- AQ Ja, om dit nou zo op te schrijven en ik ging wel gelijk naar deze tabel toe. Je moet natuurlijk wel eerst bedenken dat het om een zout gaat en dat is omdat zilver een metaal is en nitraat NO3 zijn niet metalen. Geef de formule van kaliumhydroxide. Prima, zelfde manier een beetje. Kalium, uh, dat is K. Hydroxide, dat is OH. Wat is de lading van uh, die stoffen? Van K dat is plus. En van OH is dat min. Dus de formule van kaliumhydroxide is KOH. En als we dat niet in water doen, is dat gewoon een vaste stof. Dus dan krijg je antwoord C. Vraag 33. Ammonia bestaat voor 35% uit ammoniak. En voor de rest, 65% uit een andere stof. Wat is die andere stof? Nou, er staat hier uh, ammonia 35. En ja, als er niet heel veel anders bij staat. dan dat een stof is opgelost ergens in. dan moet je ervan uitgaan dat dat water is. Nou, er wordt niet gevraagd naar het woord water, maar naar de formule. Helaas, het is een één-punt-vraag. Dus je zal echt H2O moeten antwoorden hier. De formule van water. Neem de vergelijking uit het tekstblok over en vul de twee coefficiënten in. Oké, okay, dat gaan we doen. Hier is die overgenomen. En nou moeten we die twee getallen in gaan vullen. Uh, laten we het onszelf niet al te moeilijk maken. Hier heb ik uh, zilver. En even kijken. Zo. En zilver zie ik hier ook. Hier zijn ze met z'n tweeën. Dus daar zijn ze ook met z'n tweeën. Dan heb ik hier dus twee keer een pluslading. Dus 2 plus. Na de pijl heb ik helemaal geen lading. Dus voor de pijl moet ik. 2 min bij die 2 plus hebben. Nou, welke stof zorgt er voor de min? Dat is OH -min, dus ook die zijn met z'n tweeën. En natuurlijk kun je hier een heel overzicht gaan maken van AG, en die was dan eerst in z'n eentje, en dan met z'n tweeën. C ja, die is met 6, en H is met 13, 12 en 1. En daarna zijn het de 14, als ik daar een 2 zet. En O is met 6, Nou, Aan de andere kant ook, en dan helemaal kloppend maken. Dan kom je ook op 2 en 2. Maar dit leek mij de makkelijkste manier. Uh, 34, dat hebben we gedaan. 35, wat is de formule van Salpeterzuur? Ja, die is ook niet per se uit het uh, examen te achterhalen. Uh, soms wil die nog wel eens in de BINAS staan, bij de lesje met stoffen. Wie weet... Ik ga gewoon even kijken. Ja, en anders is het een kwestie van de zuren kennen. Ja, salpeter, kalium, nitraat. Dus salpeterzuur. Dat zal iets zijn met nitraat. Mogelijk. Ja, er staat hier verder niet salpeterzuur bij. Uh, ik heb het lijstje met zuren inmiddels uh, gevonden. En daar staat die uh, salpeterzuur, Ja, daar zit die uh, nitraat in. Dus je kon zeggen, uh, we hadden gevonden in de binas kaliumnitraat. En dat is dus K plus en NO3. En als je dat dan verandert naar zuur H plus NO3, dan kom je dus op H uh, en O3 uit. Uh, dat is antwoord D. Ja, er stond hier net nog wel iets met. die NO3. Kan ik me herinneren. Nee, kaliumhydroxide. Nee. Oké. Okay. Uh, 36. Er moet drie keer nagespoeld worden met demiwater, omdat het glaswerk steeds een klein beetje vloeistof achterblijft. Oké. Okay. Uh, als er nog salpeterzuur is, dan kan die. Uh, vorming van die zilverspiegel uh, worden verstoord. Uh, hoe kan aangetoond worden dat er... Uh, nog salpetenzuur is? Nou, dan moet je dus realiseren dat salpetenzuur... dat is een zuur en niet een base. Dus daar gaan we een indicator bij doen. Dan kan dat dus zijn... Kijk, oh ja, die gloeiende houtspaan, dat is als je heel veel zuurstof hebt. En... kopersulfaat... Dat is als je misschien een neerslag zou op gaan willen doen. Uh, een wit daarmee kan je water aantonen. Ja, dan blijf je dus op uh, C en D, blauw lakmoespapier of uh, phenoltoïne. En dan kunnen we in de binas gaan kijken wat deze indicatoren doen. Even kijken waar ze staan. Daar. Nou, phenoltoïne, uh, dat is dus een stof die uh, bij een hoge PA... Uh, van kleur verandert, Die wordt paars. Dat is de ene onderste. Uh, en wij hebben juist te maken met een zuur. Uh, dus om dat aan te tonen. Ga je uh, blauw uh, lakmoes uh, nemen. En die uh, wordt dan rood. In dit geval als het een zuur is. Dus dan heb je antwoord C. Uh, even kijken hoor. 37. Zilvernitride heeft de formule AG. En de stof bestaat uit zilverionen. En nitride ione geeft een lading van een nitride ion. Oké. Okay. En dat even weg. Dus het is A G. En die waren met ze drieën. En dan N. Nou, dan moeten we dus kijken wat is de lading van zilver. Zilver heeft de lading plus 1 plus. Dus dat is. 3 Ag. Daarbij hoort 1 stikstof. Ja, die moet dan 3 min zijn. Dus 3 min is het goede antwoord. Uh, 38. Tot welk soort stoffen behoort barium? Nou, dat is kwestie van even in het periodiek systeem kijken. Waar die staat. En dan zien we dat die. Uh, de linkerkant staat hier bij de metalen. Dus dat is, is vast nummer keuze. Ja, antwoord A. 39. Laat met een berekening zien welke stof in overmaat aanwezig is wanneer 5 gram barium wordt verbrand met 1 gram zuurstof. Dit is de reactievergelijking. Die ga ik even overnemen. Want we zullen moeten gaan rekenen eraan. 2 barium reageert. Met O2. En daar komt uit 2 barium oxide. Nou, het gaat even om het begin. We hebben uh, 5, was dat gram of kilogram? Dat maakt trouwens niet zoveel uit. 5 gram met 1 gram. En 5,0 gram. En 1,0 gram. Nou, dan gaan we dus uitzoeken hoe zwaar zijn die twee bariumatomen. Uh, nou, barium heeft een massa van 137. Ze zijn met z'n tweeën, uh, dus dat is 274 u. En zuurstof heeft een massa 16, 15,99. Nou, dat hebben we al een paar keer gedaan. Uh, die zijn ook met z'n tweeën, uh, dus twee keer 16, en dat is natuurlijk 32. Nou, dan gaan we één sommetje maken waarbij we ervan uitgaan dat al het barium gebruikt wordt, 5 kilogram. En de verhouding is 274 staat tot 32. En we gaan een sommetje maken waarin we ervan uitgaan dat al het zuurstof gebruikt wordt. Met dezelfde verhouding. Dat wordt dus 5 keer 32 gedeeld door 274. En dat is 0,58. En die andere is 1 keer 274 gedeeld door 32. En dat is 8,6. En wat zien we dan? Stel nou dat deze situatie plaatsvindt, waarin alle O. Gebruikt wordt, dan hebben we nodig 8,6 kilogram barium. Ja, maar we hebben maar 5 kilogram barium. Dus dat kan niet. In de andere situatie gingen we ervan uit dat 5 kilogram barium gebruikt wordt. En dan hebben we 0,58, ja, ik zeg kilogram de hele tijd, maar het is natuurlijk gram. Nogmaals, maakt voor het sommetje niet uit. 0,58 uh, gram. Wordt er van zuurstof gebruikt en we hebben 1 gram en we gebruiken maar 0,58, ja daar blijft dus van over. Even terug naar de som. Laat me met een berekening zien van welke stof overmaat aanwezig is. Dat is dus van de stof de zuurstof. Alle barium gebruik, uh, dan hou ik zuurstof over. Als ik alle zuurstof gebruik, kom ik barium tekort, dus dat kan niet. Uh, wat is de formule van het andere reactieproduct dat ontstaat bij de ontleding van bariumcarbonaat volgens manier 2? Nou, ja, daar ontstaat bariumoxide. Als we uh, BaCO3 nemen, en daar ontstaat bariumoxide. Even los van of dat nou uh, O2 of Ba2 of wat dan ook is. Dan, ja, wat heb ik dan over hier nog? Nou, dan heb ik een C over en ik heb O's over, CO2. En dat is antwoord B. Uh, bariumoxide reageert met water en geeft de notatie uit binas waaruit blijkt dat bariumoxide reageert met water. Geef ook het nummer van de tabel. Oké, okay, dan. Inas, tabel 35, wat hebben we daar? Barium en zuurstof, en daar staat een streepje. En een streepje betekent: bestaat niet of reageert met water. Dus bariumoxide, BAO, een streepje, reageert mogelijk met water. Ja, of het bestaat niet, maar het bestaat wel, want dat staat al in het examen. Dus het reageert met water. Vergeet niet ook de uh, nummer van de tabel erbij te zetten. En dat was nummer 35. 42 geeft de vergelijking van de reactie van bariumoxide met water. Noteer bij ook de toestandsaanduiding. Oké, okay, nou we weten het begin al. Dat is bariumoxide. En of dat, ja, wat was nou ook alweer de uh, verhouding daarvan? Die staat hier. BAO dus dat hoeven we niet zelf op te zoeken. Dus BaO reageert met H2O water. Ja, en wat kan daar nou uitkomen? Nou, dan kunnen we even kijken of er in het examen aanwijzingen staan. De oplossing die ontstaat wordt barietwater genoemd. Hier ontstaan bariumionen en hydroxideionen. Oké, okay, dus bariumionen Ba2+ en Hydroxide-ionen. Zijn we dan nog iets vergeten? Nee, nou, ik denk dat we hem zo wel kloppend kunnen maken. Uh, eens even kijken. Van barium hebben we er één. Van O hebben we er twee. En van H hebben we er ook twee. Daar hebben we van barium 1. Van O heb ik er 1. En van H heb ik er ook 1. Nou, dan zie ik het al. Die zijn met 2. Die zijn met 1. Dus ik ga hier een 2 voorzetten. En dan is ook mijn lading goed. 2 plus van barium en 2 minnen van oamin. Oamin is een ion, dus AQ. En barium is ook een ion, barium 2. Plus. Uh, dat is een vaste stof, zoals eigenlijk alle zouten. En water is natuurlijk een vloeistof. Het is ook belangrijk dat we die toestandsaanduiding geven. Dus. Die heb ik erbij gezet. Vast, vloeibaar, accu, accu. Is de pH van barietwater lager dan, gelijk aan of hoger dan de pH van water? Uh, nou ja, de pH van water is gewoon 7. En dat uh, barietwater, ja, zit daar nou een zuur of een bazen in? Laten we eens even kijken. Een zuur, H+. Nee, dat zit er niet in. Een bazen, ja. OH- is een bazen. Dus het is een basisstof, stof. Nou, de pH-schaal, 7, 0 en 14. Zuur, base. Dus de pH, die zit ergens tussen de 7 en 14. En die van water zit op 7. Dus de pH is hoger dan die van water. Uh, het kan op dezelfde manier als kalkwater gebruikt worden om koolstofdioxide aan te tonen. Uh, Oké, okay. ja, dat is een proefje uit, uh, wordt vaak in de onderbouw gedaan, dat als je uh, koolstofdioxide door uh, kalkwater doet, dan wordt het troebel. En dat is dus bij barietwater ook. En dat heeft ermee te maken dat er een neerslagreactie ontstaat. En ja, dat is dus troebel worden. Neerslag is, zijn vaste stofjes die uh, ontstaan, uh, door welk verschil in stof-eigenschappen is extractie mogelijk? Nou, extractie dat is een, uh, ja, niet een chemische reactie, maar een soort van filtreerreactie voor een deel. Uh, waarbij je twee stoffen hebt, waarvan de een wel oplost en de ander niet oplost. Die stof die oplost, die gaat mee door een filter. En de stof die niet oplost, die blijft in het filter. Ja, het, uh, een van de bekendere Proefjes die je daarmee kan doen, is met zand en zout. Zand lost niet op. Zout, keukenzout, lost wel op. Je doet dat in een filtreeropstelling met een filterpapiertje. Je doet er wat water bij. Het water komt hierbij. Lost niet op met zand, lost wel op met zout. En het water en het zout gaan door het buisje. En het zand blijft achter. Nou, dat is extractie. En dat is dus een verschil in oplosbaarheid tussen de twee stoffen. Antwoord D. 46. Uh, je kan water gebruiken. Het heeft ook een andere functie. En wat is die functie in dit geval van de injectiereactie? Dat is... In dit geval het weer schoon spoelen. Uh, even kijken, want uh, ja, je hebt dus dat tapijt. Uh, dan ga je dus die stof oplossen. En dat water dat neemt dat vuil en die opgeloste stof met zich mee. Ja, dat is spoelen. Dus D. En dan 47. We moeten dit in de goede volgorde zetten. Wat uh, zien we bijvoorbeeld in uh, plaatje B? Want daar zie ik alle stoffen mooi los van elkaar. Dat is ook een mooi overzicht. Ik zie hier tapijt, vel in het tapijt, dus het is nog niet schoongemaakt. En ik zie hier twee soorten moleculen, namelijk die zwarte met een staartje en die witte losse. Nou, hier in D zijn die twee nog los van elkaar. Dus hier heb ik die zwarte met een staartje en die witte losse, en die gaan bij elkaar. Dus dat zou wel eens een begin kunnen zijn. Dan is de volgende stap. Ja, dan zie ik ze dus hier nog in het tapijt zitten bij A. En bij C ook. Hier nog niet. Bij D, dus dat lijkt mij de volgende stap. Dus D, Dirk en dan Bernard. Dan zakken ze erin. Dan gaan ze zich mengen met het vuil. Dat is bij A. En bij C gaat alles met elkaar er weer uit. Dus het vuil wordt opgenomen. Dus D, Dirk, Bernard, Anton Cornelis. Antwoord C is het goede antwoord. En dat was het einde van het examen. 2014 NASC-2 voor het VMBO.